Ik wil jullie allemaal aanraden om het boek Birds as Individuals te lezen van Len Howard. Len Howard was een vogelonderzoeker en die leefde in de vorige eeuw. En zij heeft twee boeken geschreven over vogeltjes. En het werden enorme bestsellers. Een van die boeken is dus Birds as Individuals. En wat Howard deed was vogels onderzoeken op basis van vrijheid en vertrouwen. Ze zetten de ramen van haar huisje open, ze kwamen bij haar wonen, ze werden haar vrienden. En Howard schreef over die vogels, ze schreef hun biografieën, hun relaties met elkaar en hun relaties met haar. En daarmee krijg je een heel bijzonder inzicht in levens van wezens die tussen ons leven, maar waar we normaal gesproken niet goed naar kijken. En daarnaast is Howard zelf ook een hele bijzondere vrouw met een bijzonder levensverhaal. En daar heb ik over geschreven in mijn roman Het Vogelhuis.